We staan hier op het Spanjeplein, waar zo meteen de kransen worden neergelegd ter herdenking van de Spaanse burgeroorlog. Ik zie hier een monument waar twee mensen elkaar proberen te kussen, met drie vlaggen. Er komen nu leerlingen aan van het Pedro College en de oude strijder. Nu worden onder de leerlingen witte rozen verdeeld die ze straks gaan neerleggen. Herdenken vanaf de Spaanse burgeroorlog. De mensen die daar dan zijn gestorven. En de mensen die nog leven, de strijders. En wat vind je daarvan dat we dat doen? Ik vind het wel goed, want dan je verdiept jezelf ook in het verleden nog steeds. En dat vind ik wel goed. Maar is het niet veel te lang geleden? Ik vind dat je niet te veel bij het verleden moet stilstaan. Maar dit soort belangrijke gebeurtenissen moet je wel blijven herdenken. Zodat je niet vergeet wat er allemaal is gebeurd en wie allemaal voor onze vrijheid heeft gestreden. Want we leven nu nog steeds in vrijheid. De leerlingen gaan zo meteen de krans leggen. En de verzetstrijder heeft bloemen met de kleuren van de Spaanse vlag. De Spaanse burgeroorlog is heel belangrijk in de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En waarom moeten wij dit herdenken? Omdat het een mijlpaal is in de verdediging van de democratie en de vrijheid. En waarom is het belangrijk dat jonge mensen dit ook herdenken? De historie is altijd belangrijk om ermee op de hoogte te zijn. Omdat daarmee ook de toekomst bepaald wordt. Belangrijk? Nee. Het is anders. Het is iets wat we niet hebben meegekregen op school en zo. En ja, ik vind het eigenlijk niks. Het is logisch dat we het doen alleen omdat het verplicht is. Vrijwillig zou dat waarschijnlijk niet doen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel over te zeggen, want het heeft niks met mij te maken. Vind je het niet belangrijk dat we het herdenken? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor sommige mensen, maar voor mij het heeft helemaal geen betekenis voor mij. Nou, ik vind het wel gaaf, want dan heb je extra vrije uurtjes. Kun je niks doen. Het is zeg maar niet echt nuttig, maar wel voor die vrije uurtjes. Dat is het enigste pluspunt, ja. Maar waarom doen we dit eigenlijk met de school? Het herdenken? Nou, we hebben het in school in een breder perspectief geplaatst. Het gaat niet alleen om die Spaanse burgeroorlog, maar het gaat eigenlijk om het thema vrijheid, onvrijheid. En wij vinden eigenlijk vrijheid heel normaal in Nederland. Maar bijvoorbeeld in de meidagen van 1940 stonden die Duitsers bij ons in de achtertuin. En toen bleek die vrijheid plotseling heel ver weg te zijn. Dus je neemt heel makkelijk iets als normaal aan, de vrijheid bijvoorbeeld, zonder dat je realiseert dat die vrijheid van tijd tot tijd, zeker in de geschiedenis, bedreigd kan worden. Het is verplicht, waarom is dat eigenlijk? Nou, wij vinden het van belang voor leerlingen om zich te realiseren dat die vrijheid eigenlijk heel kwetsbaar kan zijn. Soms moet je dingen doen terwijl je niet de onmiddellijke waarde ervan inziet, maar pas later in je leven er realiseer je wat het belang is van zoiets. Dus we denken dat er misschien momenten in jullie leven komen waardoor je denkt, hé, inderdaad, die vrijheid is niet vanzelfsprekend.